En president Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens zijn tweedaags bezoek aan Guyana een werklunch gehad met de Canadese High Commissioner, die ook in Suriname is geaccrediteerd. Hierbij is er gesproken over de relatie tussen Suriname en Canada. We zijn besproken met de vorige regering, maar gevraagd geworden is om al deze samenwerkingsvormen waar we de private sector wensen te investeren hier in Suriname, dat die weer opgepakt gaan worden. En dat gaan we zeker doen. En er is nog een bedrag van 250.000 Amerikaanse dollar beschikbaar bij de Canadese regering, beschikbaar voor Suriname, om dit in te vullen in het kader van het technisch samenwerkingsprogramma. Hierna was er ook een ontmoeting met de ambassadeur van India op zijn verzoek. Daarbij is ook benadrukt hoe de goede samenwerking tussen beide landen behouden kan worden en welke investeringsmogelijkheden er zijn. Als sluitstuk van het bezoek is er een gesprek geweest met het personeel van de Surinaamse ambassade te Guyana en exponenten van het Surinaamse bedrijfsleven in Guyana. En dan ziet u namelijk hoeveel bedrijven op dit moment bezig zijn in Guyana. Allemaal Surinaamse bedrijven en ze doen het goed, echter zijn er heel wat challenges voor hun, knelpunten. Soms krijgen ze even het gevoel dat ze van moedeloos worden, maar dan nog gaan ze door. En ze hebben laten zien dat ondanks vele problemen, vele knelpunten, ze toch in staat zijn het bedrijfsleven van Suriname daar een goed gezicht te geven, een goed plaats te geven. En dat ze goede zaken doen aan ons als nieuwe regering, om die knelpunten die ze gepresenteerd hebben, dat mee te nemen in het nieuwe overlegstructuur, in de nieuwe samenwerkingsvorm, waarbij we dan al deze zaken moeten gaan aanpakken. President Chandrika Prasad Santokhi gistermiddag na terugkeer uit Guyana, waar hij er was ter bijwoning van de inauguratie van zijn collega Irfan Ali. Op het vliegveld Zorg en Hoop heeft het staatshoofd een persconferentie belegd waarbij hij inging op de resultaten van dit bezoek.